De kunstbende streek zondag 10 maart neer in Diest. Daar zette de jeugd haar artistiekste beentje voor. Presentatrice Annabel is al zeker onder de indruk van één act. Ik heb nog geen favoriet, het is een beetje te vroeg, maar er is wel iemand die mij heel hard opgevallen is. Ik ken haar naam niet, maar de groep heette Breekbaar. En blijkbaar was er iets met de muziek, enfin, het was niet de juiste muziek. En dat meisje stond op het podium en in plaats van in paniek te slaan, is hij gewoon rustig een soort voorspel beginnen geven. Die stond daar. Iedereen had de indruk dat het al begonnen was. En dat duurde en dat duurde. Dat heeft zeker 3 minuten geduurd. En ze stond daar alles onder controle. Zichzelf voor serieus te nemen, ik vind dat fenomenaal. De kandidaten moeten niet alleen hun zenuwen de baas kunnen. Het moeilijkste deel van de wedstrijd is misschien wel de jury overtuigen. Zij willen vooral artiesten zien die opvallen. Voor mij is vorm, materiaalgebruik, is dat zeer belangrijk. En het mag ook niet te braaf zijn. Het moet een beetje uitbundiger zijn. Voor mij is mode niet per se iets, dat moet niks draagbaars zijn. Dat mag wel een stapje verder gaan. Eens de jonge talenten de stress van zich hebben afgeschud, is het tijd om terug te blikken op hun prestatie. En hoe kan je de kunstbende beter afsluiten dan met een compliment en een groot applaus? Max heeft toch iemand gezegd dat ze een hele goede stem heeft. Dus dat is leuk, hè, als je dat voor je zuster krijgt. Ik had heel veel stress daar straks, alleen zo, toen we hier waren zo niet. Maar toen we daar achter de schermen zaten, wilde ik wel even van Ola. Dat geeft wel moed en dat is wel leuk als ze zo'n applaus geven.